Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. In deze vlog vieren we natuurlijk Marloes' verjaardag. Ik heb heel erg sneaky gedaan, alsof ik het een beetje een soort van vergeten was. Maar ik heb wat dingetjes in de planning. Kijk en geniet van vlog 76. Maar waar zijn we dan? Maar als ik dit eraf haal, hoeveel heb ik dan nog over? Ja, als je deze erbij hebt, heb je 6. Dat is 1, 2, 3, 4. Dus 4 is 6 dan. En dit of 2 derde. Is 2 zesde. Ja. Waarom zit je nu bij de domino's dan? Nou, Joël die is, is op kamp. En papa die moet werken. Dus zijn wij naar domino's gegaan, want wij zijn de enige die het echt... Ja, dus moesten we maar voor 2 personen koken, dat had maar niet zo heel veel zin in. Nou, we zitten te wachten tot Joël die belt. Die zit natuurlijk in Hattem. En Marloes heeft geregeld dat hij met de telefoon van Noelle mag bellen. Wij konden natuurlijk niet. We hebben allebei zo meteen een nachtdienst. Dat was pas vanaf 6:30 toegankelijk. Dus wij konden er gewoon niet heen. We moeten natuurlijk naar verslapen en werken. Dus Marloes zit klaar met de telefoon en wachten tot hij belt. Kijken of hij het nog doet. Oh, ik heb hem een paar keer op YouTube op de live show voorbij zien komen. Dus ik gok zomaar dat het allemaal wel snor zit. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. Kijk, vrijdag zullen we natuurlijk alle verhalen wel horen. Maar voor nu is het wel leuk om eventjes te horen. Boring. Hey, vent! Hallo! Hoe is het, jongen? Goed? Is leuk! Mag ik hem nog 1 minuutje lenen? Nog 1 minuutje, mag ik hem nog 1 minuutje even lenen? Nou, vooruit! Oké dan. Doei! Ik wil even zeggen, dat zijn zometeen allemaal papa's en mama's. Of ouders, of verzorgers, opa's en oma's, ooms en tantes. Ik zie dat ook geteld, hoor. Ik wil wel dat jullie weten, kijk, we hebben hier een papa en mama volgens mij staan. Weet dat die papa en mama voor al jullie allemaal komen. Oké? Dus ook als jullie eigen papa en mama niet weten, dat ze er voor je zijn. En ik ben ook een knuffelaar, dus je mag ook best bij mij een knuffel komen halen. En dat we lekker gaan genieten met z'n allen. En dat we het leuk gaan hebben. Dat heb ik toch al. Ja? Dankjewel. En misschien tot morgen. Het kan zijn dat ik weer afkom. Ik hoop het, maar jij bent een streng gek. Hallo. Zolang ik geen gekke dingen zie, kan ik niet Hey. Mag ik ook even hallo zeggen? Hallo. Hey. Hoi. Ik moest gewoon even hallo zeggen. Ik wil het wel eens zien waar ik slaap. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar, maar je moet straks wel de telefoon netjes teruggeven. Oh, is dat jullie tent? Ja. Oh, dat is lekker dichtbij. Ja. En, daar zit ik. Oké, en eten gaat ook goed? Ja. Wat hebben jullie gegeten? Hoe heet dat? Pasta pesto. Oh, joh. Lekker. Was dat lekker? Vond je dat lekker? Hier zo, met mijn maatje. Ah, gaaf man. Leuk hoor. Dus je hebt het naar je zin? Wat? Je hebt het gewoon naar je zin? Ja. En kun je wel een beetje goed slapen of is het een beetje kort? Ja, zeker. Ja, we hebben tot 7:30 slapen. Okay. En dan moeten we eten halen. Oké. Okay. Moet je dan jagen in het bos? Nee hoor. Hier koken we dan. Ja. Hier zo. Oké. Hier wassen we dan af. Ja. Hier is het afvalpitje. Dat is een mooie keuken. En hier zo hebben we nog een vuilniszak. En dan moet je in schijten. Nee. Dat is daar zo in de buurt. In de bosjes. Nee, dat is gewoon een soort, dit is eigenlijk gewoon kamperen. Oké. Gewoon een camping, gewoon een normale camping,
Oké. Leuk, man. Wil je nog iets kwijt aan papa en mama? Nee, hoor. Ja. Mijn ouders. Hoe zijn die? Waar is Pim? Nee, aan de lijn. Oh, van wie is het? Ja, van de moeder van Dilani. Ja, maar die moet je wel zo teruggeven. Ja, ja, ja. Zo, maar ik moet er even vandoor. Ja, is goed, man. Heel veel plezier. You. Love you. En we zien je vrijdag weer. Doei, vriendje. Yeah. Doei, doei. Doei. Schat, hou van jou. Nou, je kon wel... Wat? Ga je er niet bij? Hij is moeilijk. Oh, heerlijk. Oh, Loes. Nou, Joel die had het enorm naar zijn zin. Er zat ook nog een hoop energie in. Het is natuurlijk nog maar 6:10. Maar ja, ik ben echt benieuwd naar de verhalen als die straks terug is. Goed, ik ga de laatste nachtje dus in. Dus vrijdag, zaterdag, zondag, maandag vrij. Lekker. Marloes is zondagjarig. Hij heeft ook wel mensen uitgenodigd. Ik ben nu eventjes op de computerkamer. Ja, ik had deze videokaart. En elke keer bij het opstarten van een spel gooide die de computer de vennetjes volle bak aan. En ja, draaide de pc gewoon niet meer. Ik kon hem ook niet meer afsluiten. Moest ik hem echt hardwater uitzetten. We hebben een ander videokaartje besteld, de RX 7600. Schijnt goed te presteren. Nou, het is in ieder geval een joekel van een kaart. Kijk maar even mee, hier zo dan drie vennetjes erop. Kijk eens, wat een ding. Dat is mijn eerste AMD kaart. Maakt allemaal niet zoveel uit, maar deze die schijnt wel echt, ik heb specs gezien, vergeleken met die 1660, is echt een monsterkaart. Het gaat er natuurlijk om dat die pc gewoon weer kan gamen, want ja, op zich, als je het ziet, weet je wel, grote fan erin. Ja, die harde schijf die heb ik later even bijgeprikt, daar staan mijn videobestanden op. Maar op zich is het gewoon een dikke pc en ja, die moet gewoon even fatsoenlijk draaien. Dus ik ga even die videokaart installeren en dan gaan we kijken of die alles weer pakt. Er zat ook een gratis spel bij, dus die gaan we ook nog eventjes proberen te installeren straks. Kijk maar even mee naar een timelapse. Die videokaart die doet het weer, draait echt super lekker. PC die doet niet meer raar, start niet meer opnieuw op of zo, geen rare dingetjes meer. Dus kunnen we ook weer afvinken en Joel die kan weer lekker gamen als hij van kamp terug is. Oh kijk, daar staan al wat auto's. We gaan ons zoontje weer ophalen. Kom, ik krijg al berichtje dat hij bij de tolpoort is, dus die zal er zo zijn. Vent. Ja? Goed man. Oh, we zijn zo blij dat je er weer bent, vent. Hey. Oh, we hebben je een paar keer op de video voorbij zien komen. Ja, dat klopt. Ik heb ook nog vandaag mijn best gedaan. Ja, ik heb het gezien. Je ging allemaal afscheid nemen in zo'n kringetje, zag ik. Hoi, vent. Was leuk. Ja. Zal ik je tas even vasthouden? Ja. Dat waren de kinderen van Kapsand. Echt? Ja. Oh, die eruit kwamen? Ja. Oh, voor de gein? Ja. Kom, carne is met vlees. Oh, echt? Ja, nou, ook carne is zonder. Oh, lekker. Nou, we zijn weer thuis. Ik heb nog een keertje. Nou, kijk eens, heeft Sophie gemaakt voor Joel. Maar ze had hem echt gemist. Hartstikke lief. Ja. Een fijne knuffel erbij, hè? Ja, je moet de boel goed nat houden, Loes. Maar Loes houdt zich angstvallend vast aan mij. Maar ja, het is geen tijd voor miswet t-shirt content. Ik geef er ook niet om nat te worden. Ah, een beetje dan. Hé, hey, wat zijn we aan het doen? Wij zijn onderweg naar een sluis naar
Want... Mijn mama is morgen. Ja, morgen is mama jarig. Dus dan gaan we een keer kijken of we leuks kunnen kopen. Nou, ik ben benieuwd wat het wordt. We gaan in ieder geval naar Sluis en dan gaan we even wat kopen voor Marloes. Wat is dat dan? Ik zie de kleding niet. Wat is er mis met die kleding dan? Nee, ik heb een grapje. Hé? Zullen we hier een cadeautje voor mama kopen? Nee, papa. Zullen we hier een cadeautje voor mama kopen? Nou, we zitten in de kou, dus waar gaan we naartoe? We gaan straks naar de hekje. Ja? Om nog van die nepkaasjes te zoeken en nog wat spullen. Want we hebben echt een hele leuke verrassing voor mama. Waarom voor mama dan? Omdat ze ons morgen jarig. Morgen jarig, hè, ja. En vandaag gaan we dan naar het strand en om 12 uur 's nachts zijn we er dan ongeveer. En dan voor mama daar en heeft papa alles al klaar. Blijven jullie bij mama in de auto tot ik een appje stuur dat alles klaar staat. Ja. Dan neem ik luidspreker mee. En dan zet ik romantische muziek op. En dan doe ik die kaartjes in de vorm van een hartje. En dan doe ik het legje aan. En dan hebben we bubbeltjes te schieten. Na de boodschapjes, wat gaan we dan doen? Oma Paul, hè? Gaan we een taartje eten voor mama's verjaardag alvast. Wat heb je daar? Een hele tas voor mijn kaarsen. Een hele tas voor mijn nepkaarsen. 19 maal 3. Ja, keer 3. Bijna 60 kaarsen en 2 fakkels. En die gaan we in het zand prikken. Wat ik het beste daarvan. Maar hoe heet die kaart? Een piskaart. Een piskaart. Een soort van. En moest je dat dan invullen of wat? Nee. Nou, hoe pest je dan? Oh, dat werkt niet. Als blauw was het niet goed of zo, toch? Nee, oranje. Oh, wat betekent dat dan? Dat je aan het uitdrogen bent. Oh, wat kun je dan doen? Bier ruipen, koffie. Dat is het echt een piskaart uit de wijn en drink. Nee, als je neemt gewoon een kaart mee. Als die lichter was, dan is het alle top. Kleuren op en heel licht is natuurlijk goed. En hoe donkerder de kleur, hoe slechter die gedronken hebt. Ja, het is echt een piskaart. Zeker met die... ja. Ja, papa? Ja? Mag ik zelf weten hoe laat ik naar bed mag? Oké. Okay. Yay! Het goed? Oké, de nepkaartjes zijn uitgepakt. Dus kunnen we straks aan mijn verrassing met. Nou, we zijn op het strand. Daar staat de auto. Ik moet even kijken waar ik loop. Ik heb hier een tas met allemaal spulletjes bij. Want het is bijna 12 uur. En dan is Marloes jarig. Ik zie eigenlijk geen zak zo. Wat gaan we doen? Ik heb nepkaarsjes gekocht van die ledjes. En 2 fakkels. En dan gaan we muziekje opzetten. En dan gaan we voor Marloes eventjes vieren dat ze jarig is. Het moet wel gevierd worden op een gepaste manier. Marloes, als je deze vlog kijkt, je bent er altijd voor ons. Je bent fantastisch. En je verdient dit. We gaan ons best doen. De kinderen krijgen straks een WhatsAppje als ik klaar ben. Oh, het is volgens mij een beetje hoog water geweest net. Maar in ieder geval, ik ga eventjes kijken waar ik moet lopen. Oké, dit is de spot. Ik zet even mijn cameraatje neer voor een soort timelapse. Nee, waar gaan we nu naartoe? Naar het strand, denk ik. Hoezo? Hoe laat is het al wel niet? Bijna 12 uur. En waarom gaan we hier naartoe dan? Omdat mama zo meteen jarig is. Als het 12 uur is, is mama jarig en dan wordt mama 37. Thank you.
Mama, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Yay. Dank jullie wel. Hey, wat ben je aan het doen, meid? Gewoon lekker muziek maken. Ah, goed zo. Goed, man. Ja, en toen was de aanbouw, was in één keer een feesttent. Nee, het is buiten veel te warm. Het is echt dik over de 30 graden. Ik ga zo meteen de partytent opzetten boven het zwembadje. En dan kun je daar een beetje in afkoelen. We wilden eigenlijk eerst in de tuin gaan zitten, maar dat gaan we dus vandaag lekker niet doen. Ik ga die nog even programmeren. En dan... De abonneerbutton, dat is een hele goede, Sophie. Voor iedereen die nog niet geabonneerd is... Abonneer op Arne de Mos! Hoi! Loop maar even door, ik kom zo. Hey, tik hem aan. Nu sta je in de vlog. Tik hem aan. Nu sta je in de vlog. Tik hem aan, nu sta je in de vlog. Hey, wat heb je mooi. Wat zei je? Hey, ik ga filmen. Hey, wat een verrassing. Verrassing, surprise. Net de verjaardag van Marloes gevierd, dus ik heb eigenlijk niet zoveel gevlogd. Het was wel super gezellig, ondanks dat ik eigenlijk geen alcohol heb gedronken. Ja, het was gewoon echt een feestje. Marloes was echt jarig, leuk. Ik hoop dat ze het zelf zo ervaren heeft. Ik ben nu onderweg naar Goes. Ik heb een wakeboard gekocht en die zou mijn gewicht aan moeten kunnen en mijn lengte. We hadden natuurlijk nog geprobeerd, maar dat was gewoon geen succes. We kwamen niet echt uit het water. Voor de jaar kost het echt veel moeite. En als we filmpjes kijken van how to, dan moet je eigenlijk gewoon met 5 tot 10 kilometer per uur moet je eigenlijk al op het water staan. Dus ja goed, ik denk dat we verkeerd boord hebben. Dus ik ga er nu eentje halen die qua lengte volgens mij een stuk groter is. En dan ook automatisch draagkracht heeft. Dus dat gaan we morgenavond proberen. The next day. Ja, ik vind het echt super spannend, maar... Ik ben nu onderweg naar de Braakman en we gaan het nu op boord testen. Kijken of het dan wel lukt, of het dus inderdaad aan het boord lag. Maar bij het eerste boord hadden we echt nul research gedaan. En wat blijkt nu, dat boord wat we hadden, dat is om op de golven achter een boot te weken. En dan spring je in principe dus eigenlijk van een varende boot af. Dus heb je al snelheid en dan spring je op het golfje. Dus dat is totaal niet geschikt om uit het water te komen. Maar dan moet je gewoon al met snelheid zeg maar, op het water terechtkomen. Het boord wat we nu gekocht hebben, was al een stuk duurder. Het zou een professioneel boord zijn. Dus ik ben benieuwd of het nu wel lukt. Ik heb in ieder geval een tas met camera gear mee. Dus met een beetje mazzel kunnen we jullie meenemen of het lukt of niet. Dus ik zou zeggen, kijk maar mee. Ik heb mijn telefoon ook klaar liggen.
kunst is wel nu het kan bij gaan ontspannen, hè. Hoe harder je gaat, hoe makkelijker je op het water staat. Dat is opwaartse kracht. Hè? Maar ja, dan krijg je ook, als je op je bek gaat, en je hoofd gaat stoten en zo, hè. Maar ik ben al trots. Goed, man. Jordi staat nu aan te kleden. Die had ook even proberen. Ben je er klaar voor? Gewoon doen. Achter de bomen zie je daar die zon zo mooi opkomen. Ik ben onderweg voor de vroegerdienst. Vanavond gaan we lekker met het gezin van Jordi en mijn gezin. Gaan we lekker naar de Braakman. Lekker hapjes mee. Gaan we daar lekker een beetje in de speeltuin op de boot. Misschien op de banaan. Even genieten van het mooie weer. Papa? Ik ben helaas niet door. Grapje. Tuurlijk. Smakelijk. Smakelijk. Heel snel zijn we deze moed. Heb je er zin in? Ja. Tuurlijk. Terwijl heb je er zin in? Nee. Waarom niet? Luca? Ja. Het is woensdagavond, ik moet de vlog gaan editen, het is al 9:15. Ik moet echt gewoon nog de hele vlog editen. Ik heb 2,5 uur aan beeldmateriaal en ik heb 2 minuten geëdit. Dus ik heb het nog even druk. Ik heb net een collega geholpen met remblokken vervangen en een gaskliphuis vervangen en inleren. Daar heb je vakkom voor nodig.
Dus dat hebben we gedaan, dat hebben we niet gefilmd. Ook even lekker bijgekletst, die had ik al een tijdje niet meer gezien. Ja, dus ik ga nu strijden. Het zal wel nachtwerk worden voordat de vlog klaar is. Maar ja, alles voor de video. Dus ja, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week donderdag om 5 uur weer. Later.